Welkom bij Feyenoord. Voor kaartverkoop en informatie over wedstrijden, rondleidingen, het legioen of de kameraadjes, kies 1. Voor de Kuip, eten en drinken, kies 2. Ja, die moeten we hebben. Even kijken hoor, toets 1. Stadion de Kuip, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hij spreekt met de boer uit Monnikendam. Meneer de boer, wat kan ik voor je doen? Ja, we wilden voor aanstaande zondag hebben een wedstrijdje bezoeken in de Kuip. En, zondag is de bekerfinale, meneer. Bekerfinale. Tegen wie speelt Feyenoord dan? Nee, de bekerfinale gaat tussen PEC Zwolle en Ajax. PEC Zwolle en wie? Ajax. PEC Zwolle en Ajax. Oh, Ajax, ja. Feyenoord is al uitgeschakeld of zo. Ja, helaas, meneer. Hoeveel kaartjes wilt u? We doen maar 11.000 kaartjes of 11.000 zo. kaartjes? Nee, een gaatje natuurlijk. Nee, 2 kaartjes voldoende. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde plek in het stadion? Voorkeur voor een plek? Dan? Ja, we staan graag bovenaan. We staan graag bovenaan. 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 Vraag even wanneer Feyenoord speelt. Oh ja, meneer, speelt Feyenoord volgende week wel? Ja, dan spelen ze thuis tegen FC Cambuur. Oh ja, en dan kunnen ze gewoon kampioen worden? Nee, meneer, ze kunnen alleen nog tweede worden. Tweede? Wie wordt de kampioen dan? Ajax, hè. Wie? Ajax. Maar wanneer wordt Feyenoord weer kampioen dan? Dat kan ik u helaas niet zeggen, meneer. Dan moet u even de stand in de gaten houden. Stand in de gaten houden. Nou, ja? Dan doen we het zo. Dan bellen we over een jaar of 20 wel weer even terug. Ja. Ja, over 5 minuten, ja. Maar zo. Ja, goedemiddag.